De eeuwige vraag. Ja, Herr Jacobs. Aber was hat denn diese Geschichte den heutigen Menschen noch zu erzählen? Was sag ich? Ich weiß es nicht. Das ist mein ontgoochelend Antwort, maar das ist mein echt Antwort. Und ein lauter Donner. Bah! De eerste titel in 1726 was Orpheus oder die Beständigkeit der Liebe. En 10 jaar later, als in Hamburg het stuk weer opgenomen werd, was de tweede titel oder die rachgierige Liebe. De wraakzuchtige liefde. Nu zouden we bijvoorbeeld nog kunnen zoeken naar een andere naam die het moderne publiek zou kunnen aanspreken. Dat durft niemand doen nu. Toen durfde men veel meer. We voeren die opera op met een orkest, met zangers. Die zijn zelf in dit stuk zo verliefd. Dus heeft het klaarblijkelijk de huidige mens iets te vertellen. De gevoelens worden zo menselijk uitgedrukt. Het zijn eeuwige gevoelens die we ook nu kennen en waarin we onszelf kunnen herkennen. Het is een mythe die komt uit het noorden van Griekenland, uit de streek van Thrakië. Orpheus is een zanger, maar in de eerste plaats een dichter en zichzelf op de lier begeleid. Het verhaal dat verteld wordt over Orpheus is dat hij verliefd wordt op een nimf, Eurydike. En op de dag van zijn huwelijk wordt zij door een slang gebeten en sterft ze. Orpheus besluit om in de onderwereld af te dalen en te proberen het hart van de god van de onderwereld te vermurwen met zijn mooie muziek. Hij krijgt zijn Eurydike met hem mee. Maar er is een voorwaarde. Om iemand die gestorven is uit de onderwereld weer op aarde te brengen, dan mag hij niet achterom kijken. Maar dat gebeurt dus wel. Orpheus kijkt achterom uit passie of ook uit hoogmoed. En hij wordt uit de onderwereld gestoten en weer op aarde gezet zonder Eurydike. Oké, we maken hier verder in een stunde. Dan vangen we nog maar aan. Als de opera daar eindigt, zoals we dat gewoon zijn, bijvoorbeeld bij Monteverdi en bij Gluck, hier gaat het veel verder. Als Orpheus uit de onderwereld komt, denkt Orazia, die verliefd is op Orpheus, dat ze nog een kans heeft met hem. Maar Orpheus wijst haar liefde af. En Orazia, om zich te wreken dat Orpheus haar liefde niet wil, beveelt haar bacchantinnen Orpheus te vermoorden. Zijn lichaam in stukken te rijten. Dat wordt allemaal verteld in de antieke bronnen. Virgilius, Ovidius. Het lichaam in stukken te rijten. De stukken van zijn lijk werden in een rivier geworpen en het hoofd zong nog verder. Horatia beseft dat nu Orpheus dood is, is hij toch weer verenigd met zijn Eurydike in de onderwereld. En dan begaat ze zelfmoord om dood te zijn en hem in de onderwereld nog te kunnen achtervolgen. Dat is het verhaal van de Orpheus van Telemann. Dit is dus een echt tragisch einde. Heftige passies. Ja. De opera is drietalig. Recitatief, alle gesprekken, alle dialogen zijn in het Duits. Maar de muzieknummers die gezongen worden, zijn ofwel in het Duits, ofwel in het Frans, ofwel in het Italiaans. Waarom hielden ze van die vreemde teksten? Omdat Hamburg een koopmansstad was. Er zijn een soort injecties met bloed van andere culturen in. We hebben hier een echte Europese opera.
Dat zouden ze daar in Brussel moeten weten. Dit zou de opera zijn die het best past in het kader van cultuurbeleid van de Europese Unie. Geht ans Herz.